Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van het appartement op de Soestdijkse Kade 281 in Den Haag. Nou, het is een thuiswedstrijd vandaag. Dus ik ga jullie meenemen om de buurt en de omgeving te laten zien. Bekend terrein voor mij. Dit appartement, gelegen dus in de wijk Leienburg, gaan we bekijken op loopafstand van het openbaar vervoer. Van de Eskamplaan, dicht bij het winkelcentrum Leienburg. Aan de zijkant hebben we een toegang tot de poort richting de Bergingen. Dus die behoort bij de woning. En wij gaan dit portiek betreden. En dan gaan we naar de topetage. Nou, het voordeel van een topetage is dat je geen buren boven je hebt. Het portiek is net schoongemaakt, dus vandaar dat het een beetje nat is. Het nadeel is dat we een aantal trappen omhoog moeten. We hebben uitzicht over het water van de Soestdijkse Kade. Het is een appartement met een actieve vereniging van eigenaren. Dus 1/4 aandeel. De bijdrage is €120 per maand. En we gaan dit appartement op nummer 281. Die gaan we bekijken. Entree met een klein halletje, tochtportaal. We komen in de gang met toegang tot alle vertrekken. Met aan de voorzijde de woonkamer. Daarnaast de eetkamer kan eventueel ook in gebruik worden genomen als derde slaapkamer. Dan hebben we de deur richting de meterkast. Deur naar het toilet. Deur naar de badkamer. Keuken aan de achterzijde met een klein balkonnetje. Slaapkamer met toegang tot het balkon. En nog een tweede secundaire slaapkamer. Goed, we zijn dus net binnengekomen door deze deur. En zoals ik al zei, een klein tochtportaaltje. Laminaat op de vloer. En als je dan naar binnen komt en je gaat naar rechts, dan kom je in de woonkamer. Met aangrenzend de eetkamer met ook een eigen toegangsdeur. Waardoor je hem ook als aparte ruimte in gebruik kan nemen. Nou, de woonkamer. Ja, gelegen op de hoek. Dus heel veel lichtinval. Uitzicht over de kade met de woonarken. Er is hier voldoende parkeergelegenheid. Het is wel betaald parkeren tussen 6 uur 's avonds en 12 uur. 's nachts. Uiteraard krijg je als eigenaar een parkeervergunning. En ook een bezoekerspas. Nou, een lekker formaat woonkamer. Hoge plafonds. De mooie oude schouwen die zijn nog aanwezig hier in dit appartement. Zowel hier in de woonkamer als in het eetgedeelte. We hebben allemaal kunststofkozijnen. We hebben dubbelglas. We hebben kiepkantelramen. Kortom, ja, gewoon een superleuk leuk appartement. De oude schuifseparatie die zit nog tussen het eetgedeelte en de woonkamer. Nou, het is een zeer ruime eetkamer. Diverse vaste kasten erin. Waar je veel spulletjes kan opbergen.
Heel veel planken. En ook hier in de eetkamer de mooie marmeren schaal. Nou, we gaan vandaag beginnen met de bezichtigingen. De brochure is voor vandaag, die liggen klaar. Mocht u naar aanleiding van deze live video de woning ook willen bekijken, bel dan even naar kantoor 070-448-3150. 070-448-3150. De woning is natuurlijk gelegen vlak naast ons kantoor. Dus ik ben hier zaterdag, maar eventueel moet er op een ander moment ook nog wel mogelijkheden zijn om een bezichtiging te plannen. Dus voor ons even een klein loopje en dan zijn we bij dit leuke appartement. Goed, Elektra. Die is vernield. Die hebben we hier in deze kast. Vernield schakelmateriaal. 7 groepen Artlek schakelaars. En nog een ruime kast. Daarnaast het toilet. Het toilet is voorzien van mechanische ventilatie. Fonteintje, maar er staat mij bij dat dat kraantje niet goed werkt. Ja, die kraan staat vast. Naast het toilet de deur naar de douche. Tegenover de douche hebben we dan weer een slaapkamer. Ook weer met diverse inbouwkasten. Douche met de granitovloer. Er zijn nieuwe leidingen getrokken. Die lopen over de muur heen. Dat is misschien wat minder fraai. Maar je krijgt in ieder geval geen lekkages. Prima doucheruimte. En daartegenover dus de slaapkamer. Eén van de slaapkamers. Ook hier kunststof. Mooi is als je er een opklapbed inzet hier in deze nis. Dan hou je heel veel ruimte over in de slaapkamer zelf. Maar uiteraard kan er ook een gewoon bed in. Dan hebben we nog de tweede slaapkamer of de derde slaapkamer als je de eetkamer ook in gebruik wil nemen als slaapkamer. Ook hier een vaste kast. Toegang tot het balkon. Zicht op de Wochenumstraat. Natuurlijk diverse scholen in de buurt. Openbaar vervoer in de buurt. Winkelcentrum Leienburg. Nou, de woning heeft 2 balkons. Op dit grote balkon heb je de avondzon. En de zon die gaat daaronder. En dan heb je hem hier 's avonds heerlijk aan de zijkant. Een groot balkon. Ook hier laminaat op de vloer. Tot slot. De keuken. Deze is vernieuwd. Inductiekookplaat. Combi oven, magnetron. Uiteraard ook voorzien van een koelkast. Met daaronder het vriesgedeelte.
Nou, omdat we alleen maar een douche hebben, is er ook nog een aparte waskom als verlengstuk van de badkamer. Met daarnaast de plek voor de wasmachine en eventueel de droger. Handengelades. En tot slot een vaatwasser. Prima keuken. Nog een klein balkonnetje. Op het moment dat je aan het koken bent, dan kan je lekker de deur open doen. Die is wel heel heerlijk zonnig. Nou, als je hier naar beneden kijkt, zien we de bergingen. Fietsenberging. Zo 1,5 bij 2. Een afgesloten poort. Goed, mijn naam is Armin Strengstra. Ik ben van Diva Makelaars. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens. Mocht u na aanleiding van deze live video de woning ook nog willen bekijken, bel even naar kantoor 070 448 3150. 070 448 3150. Alvast een fijn weekend. Bye bye.